Landen TV heeft vanaf het begin de bouw van het kindcentrum in Zeeland van nabij gevolgd. In het volgende filmpje ziet u de laatste update. De eerste steen van het kindcentrum in Zeeland werd afgelopen februari officieel onthuld. En nadien is er in het gebouw weer veel gebeurd. De ruimtes worden langzaamaan zichtbaar. Voor Landen TV een reden om inmiddels oud-wethouder Harry van Dongen te vragen voor een rondleiding door het gebouw. Ik zeg, dit is de hoofdingang, de kinderen komen aan de achterkant binnen. Ter verduidelijking, de kinderen voor de kinderopvang gaan via de hoofdingang aan de voorkant naar binnen en de schoolkinderen gaan via de achterkant, dus achter het bondsgebouw, naar binnen. Oké, hier staan we in de grote zaal, de doorkijk naar het bondsgebouw. Nu zien we de muur nog, dit zijn de laatste beelden van de muur, kan nu nog net. Het bondsgebouw wordt vooral 's avonds in principe gebruikt door muziekvereniging Zeelandia. En kan overdag ook gebruikt worden door bijvoorbeeld de kleine kinderen als speelruimte. En dan krijg je dus een één open verbinding met het bondsgebouw. Deze tribune, die kunnen de kinderen boven, kunnen ze ook gebruiken als tribune voor de grote zaal. Multifunctionaliteit. Hier achter mij, de GGD-ruimtes. Tussenwand. Op de begane grond aan de voorkant komen de GGD, Amarant en Logopedie en daarnaast de kinderopvang Kiobra en Stichting Kinderopvang Landert, voorheen het Pinkeltje, in multifunctionele ruimtes. Kinderen en dat soort zaken. Daarnaast waar ik sta is eigenlijk een multifunctionele ruimte die gebruikt wordt door zowel kinderopvang. Als de GGD er niet is, gaat hier een wand dicht en dan gaat de wand open. En dan wordt het hele deze ruimte gebruikt als tussenruimte, speelruimte. Daarachter, wat we aan de voorkant zeiden, daar zijn de peuterspeelzaal of de kinderopvang met peuterspeelzaalwerk wat daarbij hoort. Dus dat loopt hier allemaal multifunctioneel door elkaar heen. Op het moment dat GGD niet is, dan is het wat meer voor kinderopvang. Op het moment dat GGD er is, is dat wat kleiner, maar hebben ze ook nog aparte ruimtes ervoor. Hier sta ik tegenover de hoofdingang eigenlijk, waar de kinderen binnenkomen. Je ziet weer achter mij kinderopvang. En u ziet aan deze kant een van de trappen. We hebben de kinderen gaan naar boven via deze trap of de trap hier aan de andere kant langs. Dat zijn eigenlijk de hoofdingangen voor de bovenkant. Waar we naar hier naartoe kijken, dat is eigenlijk een soort speelruimte. Zeg maar. Een zogenaamd speelleerplein, waaraan vier lokale grenzen. Op de benedenverdieping zijn er twee leerpleinen en boven vier. In totaal zijn er dus 24 lokalen. Er is een mogelijkheid om één lokaal van het ene plein toe te voegen aan het andere. Ja, hier staan we boven. Net stonden we beneden, nu staan we boven. Vier lokalen, ongeveer hetzelfde als beneden. Grote open ruimte, grote speellokaal, speelruimte. Met de drie lokalen. En eentje waar weer het verbindingslokaal is, wat zowel bij deze kant als bij de andere kant kan komen. Wat we hier zien is de kantine, lerarenkamer, verzamelgebouw met keukenfaciliteit waar iedereen, elke gebruiker van het gebouw, gebruik van kan maken om een kop koffie te drinken, de docenten. Hier staan we in de directiekamer, administratie, directiekamer. Wij vroegen ons af waar die directie mee bezig was. Toezicht houden op de school of op de omgeving, maar de tijd zal leren. Al met al, het schiet goed op met de bouw van het kindcentrum. En zoals het er nu naar uitziet, zal de verhuizing zeker plaats kunnen vinden tijdens de komende kerstvakantie.